Hoi, daar ben ik weer. Vandaag ga ik kijken hoe veilig jij bent online. Voordat ik studenten ga bevragen, ga ik eerst zelf een online test doen op alertonline.nl. Ik moet meer kijken naar de betrouwbaarheid van webwinkels. En omdat ik eigenlijk altijd wel gewoon wat koop. Oh ja, en dat ik meer moet lezen wat voor informatie ik allemaal weggeef als ik een app download. Nou, ik doe het best goed, maar het kan natuurlijk altijd beter. En nu ga ik kijken hoe het zit bij de studenten hier. Heb jij wel eens phishing mail gehad? Ja. En toen je dat kreeg, wat heb je er toen mee gedaan? Gelezen, verwijderd. Meteen? Dat is niet echt overtuigend, zeg maar. Zit jij wel eens op wifi-netwerken die niet beveiligd zijn? Ja, af en toe. Meestal in de trein of ergens in een restaurant. Oké, en zit je dan ook op dingen als internetbankieren of dingen waar je je wachtwoord moet invullen? Nee, ik denk er niet. Sometimes if you download it, you can get a virus on your computer and your computer asks for you to pay so you can get to your files. Yeah. Would you do that if you got that question or what would you do? I would try to avoid it, but if there would be not a chance to fix it, well, yeah, I think so. Okay. I don't know. I never experienced that, so. Ben je nou benieuwd hoe veilig jij bent online? Ga dan naar www.alertonline.nl en doe de test.